Staat dat ding aan? Oké. Okay. Hi. Hoe beginnen wij zoiets? Hi. Hoi. Hallo. Hi. Ik ga mezelf misschien even kort voorstellen. Ik ben Lisa. Ik ben 26 jaar intussen al. En dit is Alia, mijn blauw-gele Ara. Zij is 3,5 jaar. Ik heb een iets aparter huisdier dan de meeste van jullie. En ik krijg hier heel veel vragen naar over alles qua verzorging, eten, de prijs, wat het kost om een Ara te hebben en te onderhouden. Wat ze doen, hoe ze zijn, hun manieren. Zoals je ziet, zijn het heel actieve dieren. En ik krijg ook heel veel berichten binnen van ik zou door uw stories en uw Instagram ook heel graag een Ara hebben. Maar meestal zien ze niet in wat het eigenlijk inhoudt. Dus met deze vlogs wil ik het een klein beetje makkelijker maken voor u om te weten wat het allemaal inhoudt. Om voor dit prachtige wezen te zorgen en te kunnen blijven zorgen. Want ze leven echt heel lang. Ze kunnen tussen de 80 en de 100 jaar worden met de juiste interactie, verzorging, voeding, noem maar op. Als alles... Dus het is een diertje voor het leven en het is wel heel belangrijk dat ze een goede thuis hebben. Waarom heb ik gekozen voor een Ara? Geen idee. Ik had er eigenlijk al heel veel interesse in sinds ik klein was. Ik zag eens een meisje of een jongen, ik weet zelf niet meer, ik was te gefocust op de vogel. In het stad rondlopen met een Ara op die persoons schouder. En ik was daar zo van ondersteboven en ik was daar zo van geïnspireerd dat ik eigenlijk vanaf dan al opzoekwerk deed op het internet, filmpjes opzoek op YouTube, wat het inhoudt om voor dit soort huisdieren te zorgen. Het is nooit uit mijn gedachten gegaan. Ik heb mijn ouders hun oren van hun lijf gezaagd om een Ara te krijgen of te mogen kopen. De reactie was altijd, ze maken te veel stof, ze maken te veel lawaai. En ik geef mijn mama geen ongelijk. Het zijn echt vieze beesten. Het onderhoud, je bent er gewoon continu mee bezig. En eens ik alleen ben gaan wonen, dan moest ik gewoon de stap zetten. Ik was er klaar voor. Ik wist, dacht ik toen, echt alles over hun. Maar ik ben nog altijd tot de dag van vandaag aan het bijleren. En dat gaat voor de volgende 60 jaar zo blijven. Dus ik heb er alles aan gedaan om Alia een goede thuis te geven. Ik ben op zoek gegaan naar een geschikte kweker. Want je koopt dat niet zomaar in een dierenwinkel. En sindsdien is mijn leven eigenlijk begonnen met haar. En tot de dag van vandaag heb ik nog altijd geen spijt. Je moet er wel echt voor geschikt zijn, want niet iedereen zal in staat zijn om hiervoor te zorgen. Maar we doen ons best en voorlopig gaat alles nog supergoed. Mag zo blijven. Huh? Hi. Hi. En zoals elke dag starten wij de dag met opstaan. Thank you.
Alia hoeft vandaag niet te gaan werken en ik hoef niet in mijn kooi vandaag. Dus we gaan vandaag een klein beetje iets anders doen. We gaan de dag een beetje proberen filmen om jullie een klein beetje duidelijk te maken wat het precies inhoudt om een ganse dag met een Ara in huis te leven is. We gaan eerst nog 5 minuten knuffelen, wat waarschijnlijk een half uur gaat worden. Dan gaan we opstaan, ons klaarmaken en dan eten voorbereiden. Welkom in de keuken van Lisa. Wat gaan wij klaarmaken? Dat is heerlijke verse chop. Chop is eigenlijk gewoon groente en fruit. Vooral groente. Samen gemengd, gemixt, geblend. Ik weet niet hoe dat je het noemt. Het is een gerechtje voor Alia, voor de duidelijkheid. Ik zal wel iets anders eten of ik eet mee. Het is heel gezond. Wat zit er allemaal in? Ik heb het al op voorhand een beetje gesneden, want het is natuurlijk maar voor 1 vogel. Dus de porties moeten klein blijven. Dit zal al veel te veel zijn. Komkommer, boontjes, mango, druifjes, broccoli. Heel raar, maar ze vindt dat super lekker. Het is ook super gezond. Appel, radijsjes, passievrucht en wat noten. We gaan het allemaal samen in de mixer doen en dan allemaal samen blenden. Dit is de hoeveelheid wat ze gaat eten, of toch de helft nog wegsmijten. Het oog wilt ook wat, hè. De chop is klaar. Het oog wil ook wat natuurlijk. Dit is de hoeveelheid dat ze nu krijgt. Het zal al veel te veel zijn, want ze laat de helft nog altijd vallen. We zullen zien, ik zal ze uit haar kooi halen en we gaan lekker eten. Lekker. En terwijl de Alia nog de rest van haar chop opeet in haar kooi, ga ik ondertussen mijn appartement een beetje poetsen, want leven mijn vogel is continu poetsen. Is van 's morgens tot 's avonds. Zijn er net klaar, dan mocht je terug opnieuw beginnen. Ah.
je gaat altijd, als ze op haar kooi zit, ja, kakt ze eigenlijk naar beneden. Dus hier weet ze dat ze kan haar behoeftes doen. En op haar staander die aan het venster staat, daar gaat ze ook altijd haar behoeftes doen. Maar zoals je ziet, het is meer dan enkel kak. Het is overal eten. Het is overal hout. Het is overal stof. Ja, een beetje vies. En terwijl mijn vloer aan het drogen is, moet ik nog iets met jullie melden. Deze salon heeft mij redelijk wat geld gekost. Is 3 maanden oud en hij toont nu al zijn tanden. Al haar nagels zijn zodanig scherp dat ze door huid gaan. Ze gaan door mijn salon en dat kunt je wel zien. Want deze haken worden gewoon al gecreëerd door haar vasthouder aan mijn salon. Alles moet echt kapot. Hier zie je het ook. Hier. Het is gewoon overal. Ik doe er nu een laken over. Zodat mijn salon wat beschermd wordt. Want echt alles moet kapot. Het is 11:30 uur, de voormiddag is al bijna om en Alia is nu nog maar klaar met haar job op te eten. Dus wij gaan vertrekken. Ik ga haar harnasje aandoen. Kom hier, meisje. Lekker meid. Ik ga haar harnas aandoen en wij gaan hout gaan halen om speelgoed van te maken. Wat gaan we nog doen? We gaan proberen, het zal te zien zijn wat het weer zegt. Als het regent of als het te koud is, gaan we niet vliegen. Anders gaan we het wel proberen doen. Wat gaan we nog doen? We zullen wel zien. We hebben een hele dag. Ze loopt altijd weg. Als ik dit durf boven te halen, dan is ze altijd weg. Allee, kom. Ik heb gekozen voor een matching kleur, een matching outfit. Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk om aan te doen. Ze heeft het wel niet zo heel graag. Wat is flinke meid. Dat is niet haar. Dat is niet haar. Flink. Flinke meid. Flinke meid. Hallo. Het is niet al te plezant weer, moet ik zeggen. Het is redelijk koud. Alia gaat zeker niet willen vliegen nu. En het is ook een beetje aan het regenen. Dus ik denk dat we gewoon een wandeling gaan moeten maken. Een paar boodschappen gaan doen. Ik weet niet, ik zal wel zien wat ze dag brengt vandaag. Wij zijn inmiddels aangekomen in de Floralux. Hier gaan wij, klinkt misschien raar, hout kopen. Echt stammen, takken, hout. Waarom koop ik hout, takkenhout? Eigenlijk gewoon omdat ik zeker weet dat het veilig hout is voor Alia. Ik kan er zelf speelgoed van maken. Dus het is veel, veel goedkoper, want één houdt een speelgoedstuk voor een ARA kost al snel tussen de 30 en de 40 euro. En het gaat zeg maar 2 dagen mee. Dus hier koop ik dat voor nog geen 4 euro.
En ik kan mezelf bezighouden om het zelf in elkaar te steken. En het is ook droghout. Want als ik nu naar buiten moet gaan en hout gaan zoeken, dan zal het waarschijnlijk nat zijn, mos ophangen en beestjes in zitten, wat dan niet altijd heel leuk is. Dus ik ben gewoon lui en ik koop mijn hout. Het hout is op. Ik kan geen hout vinden, toch niet hetgene dat ik nodig heb. Dus ja, ik weet niet wat ik nu eigenlijk hier doe. Ik zal nog eens rondkijken, maar ik denk niet dat wij gaan hebben wat we zoeken. Ava? En dit is wat er gebeurt als de batterij van je camera doodgaat. Ik heb het in de winkel niet meer kunnen filmen, maar we hebben toch geen hout gevonden. We zullen er wel een andere keer voor kijken. Maar wij gaan vandaag misschien gaan vliegen. Het is de laatste dag van het jaar en ik had graag nog de laatste vlucht gemaakt van 2021. Dus ik monteer al nog een paar beelden van het vliegen.